dit is een van de bijzondere topstukken in dit tijdelijke museum. Zeker. Fiets van Gerry Kneteman, de naam staat er nog op. Hij heeft hier gewoon opgezeten. Dat is toch heel gaaf om dit hier neer te zetten. En dit is maar één van de stukken die ik nu hier in mijn handen heb. Volgende week woensdag barst het wielerfeest los in Alkmaar. De stad is dan gastheer voor het EK. En om de Noord-Hollandse wielergeschiedenis eer aan te doen, wordt er een tijdelijk museum ingericht. Dit wordt een klein museum op een prachtige zichtlocatie. We zitten aan het Waagplein. Zo meteen op woensdag en de donderdag starten hier zo voor de deur de tijdritten. Dus en vanaf dan zijn ook de deuren geopend. Dus we zitten hier in een prachtige locatie om even tussen de wedstrijden door of tijdens de wedstrijden een kort bezoekje te brengen. Wielerliefhebber Leo van Etten, die ooit zelf ploegleider was, zit in het organisatiecomité van het EK. Hij geniet van alle historie die te vinden is in het museum, zoals deze naoorlogse bidonnen. Ging er nou ook wel eens drank in, Leo? Laten we zeggen, er waren renners, ook beroepsrenners in die tijd, die er niet in spuugden om daar iets met wat sterke drank voor in de finale of wat dan ook. Maar je weet ook dat het dodelijk is, want een beetje te veel dan krijg je hele slappe knieën en dan kom je niet meer vooruit. Als je alleen al naar de tricot kijkt van de trui, hoe warm die is en hoe het gemaakt is. Is het mooi om dit... Dit is echt nostalgie. En ik denk dat heel veel mensen, en vooral die hier herinneringen aan hebben, die vinden dit fantastisch. Echt uit de oude doos van vroeger. Ja, ik leg hem nog even netjes neer, want dat hoort bij dit soort prachtige reliquieën uit de wielersport.